Another day in paradise. Wat is dit dan, Betty? Jij hebt een bol unlocked! Zeg het maar, Deborah. Oeh, goed. Hier is Jan, de man die alles kan. Of niet? En Babs zong een boord. Dan ligt hij wel weer 13. Zong een 4. Ja. Toch maar voor de vlog. Nou wel. Ja, zal wel moe. Dit lijkt wel op een dumper Filipijn. Een dumper Filipijn. Urke Jong krijgt 6 kisten op zijn hoofd. We maken een dumper Filipijn. Ja, daar staan ze maar over. Ja, kijk. De beat, raad van de beat. Dit is goede televisie dit. Oeps. Techniek, hè? Ja. Wil jij nog de man bij? Nee, die houdt hem niet bij, nee. Oeps. Dat kan hangen. Het publiek wordt gek. Wow! Hier wordt gedanst. Ben een exorcist. The power of compels you. Deborah de multitasker. Deborah de multitasker. Stel je pooiers. Te bidden van niet. Ben je ook een snoeber, Betty? Hoeveel hel in je thuis drukt? Nee, dat zal ik nou zo doen. Zit er nog wat voor je bij? Nee, dit is allemaal verrot. Dit mag het erom veilig, kun je weer even afwassen en kan er weer in. Zit er in bekken. Lekker. Ben je nou een zon hier? Nee, dat is allemaal. Ik denk dat een doodje spoedsel van jongen! Toch nog even min op de camera. Kwalijke dingen op mijn camera zo dan. Nou, ik zie het. Moe, wat doen jullie alvast mee? Ik weet niet, ik skreug van de ellende. Terpentine? Nee. En PC5. Vandaar dat mijn vader een oor heeft valt. Ja, dat is niet. My final bite. Ik zo vol. Dit heeft voor mij persoonlijk niet nodig. Ik moet nog in de douche, maar... Just not a nest. Hey! Ja, je donder. Kom op. Waarom? Waarom? Oké, dit is een vorm van diefstal die kan mij duur komen te staan. Ik ben namelijk in Douwelijk Euzenwest en daar heb ik een Starbucks koffie van de Boni uit de koelkast gepakt en die binnen van Sharon. Dus,
Als ik maar een allemaal clown door mijn gezicht heel en krassen op mijn arm. Sharon. Poging 2 om een wasgoed bij mijn omaatje op te halen. Maar gisteren was er niet. Dan moet je proberen vanzelf. Zo, here we go. Mijn oma is er niet, dus ik ben maar een inbraak begonnen. Maar het moet in stom. Kijk. Toppie. Toppie, toppie, toppie. En dan het geld op tafel. Nou, ze is niet blind, dus dan doet ze dat. En ik kan er weer tegenaan. Als ik mijn oma niet meer had, zou ik aan de raad weer. Ik krijg gewoon ook even snel een rollement als je mijn mikken droopt. Moet kunnen toch? En was goed. En nou weer naar de dangereus. Want daar is mijn visgoed, wat ik er net over te bossen, nog steeds. En omdat het regent, kan het niet over het dek heen. Kut. Zoals ik van de week al verteld ben mijn vader moe. Maar of nee, die was al maandag was die 30 jaar getrouwd. En dat werd morgen viert in de Koningshof. Met een openbaring. Nou, met een openbaring, dat werd aanvankelijk werd dat gewoon een leuk feestje. Dan werd er ineens beslist. Of in ieder geval vanaf woensdag of donderdag. Werd er dan een WhatsApp groep aan de maken met een poespas. Er moest wat op poot gezet worden. Die was nog gekker dan Danger, maar ja, ik, niet wat ik leuk vind. Ik had wel een idee, maar dat was niet gepast in jullie zin hoor. Dus, what the fuck? Nou is hierin overspannen, dit en dat. Sorry hoor, maar ik speel elke dag in een stukje en dat stukje heet A Boy and This Vlog. En een van de hoofdpersonen binnen mijn vader moe. Dus ik weet niet hoor. En ik heb zoveel dingen erdoor en er maakt. En ik heb altijd vroeg aan bepaalde personen, willen jullie daarin een rol spelen? En dan was het altijd, nee, dat is dom. Dus, als vervanging wou ik wel wat anders doen dan, maar dat hoeft dat niet. Dus. Maar ik ben morgen wel aanwezig vanzelf, absoluut. En ik zet mijn feestneus op. En ik maak foto's bij de ingang met wedding welcome. Dus, ik vind het allemaal vreselijk best. Ik heb er zin in. Hashtag nu even niet. En tegenwoordig gaat Perry als een van een nachtdier zo voor de nacht hangend. Want ze is volgens mij een klein beetje autistisch en die stokken heb ik hem vervangen voor de week. Dus dan slaapt ze zo. Een beetje apart. Het is nu 19:30 s'avonds en dan ga ik nog even naar de Red Bull. En dat doe ik normaal nooit, want dan leg ik ze met 2 grote golpen naar het plafond te storen. Maar I don't care, ik heb echt zin aan zo'n Red Bull cola. Waarom kijk ik dit? Ik zie allemaal ectoplasma langs de scherm. Zie je soms in Ghost Hunters? Goddelijk. Ik heb hier veel te veel bier op. Hier speet. Hey, Willem Jan. What up, motherfucker? Wil je nog een biertje? Wil je nog een biertje? Lekker? Flesje nog een blikje. En waarom drink ik niet meer, want waarom is het vrijdag? En mijn vrouw moet in 30 jaar getrouwd. En ik zeg nou, genacht.